Deze speciaal aangelegde baan in het Brabantse Rostmalen kent ook een rennerskwartier, waar de deelnemers aan de model stockcar races zich kunnen voorbereiden. Een zendapparatuur met minimaal twee functies regelt allereerst de gastoevoer. Langs radiografische weg wordt ook de besturing geregeld. De wagentjes rijden op een mengsel van methylalcohol en wonderolie. Kort na de start denderen de wagens vaker tegen elkaar op dan tijdens de race zelf. Maar helpers zorgen ervoor dat de renners, onder wie jongens van zo'n jaar of 12, in de strijd kunnen blijven. Het gaat erom de wagens zo snel mogelijk een tevoren vastgesteld aantal ronden te laten afleggen. Botsingen kun je in principe dan ook niet gebruiken. Bij elke heat zijn er 6 wagens in de baan die op de rechte stukken wel 80 km per uur kunnen halen. Het ging hier in Rosmalen niet alleen om het Nederlands, maar ook om het wereldkampioenschap. Ernst Aalders, hier rechts in beeld, behaalde in de verschillende heats het beste resultaat. En hij kreeg zowel de nationale als de wereldtitel.